Maar ik heb wat dingen vroeger gedaan waar ik over nadenk dat ik niet kan beseffen dat ik dat heb gedaan. Daar zijn we in het biechthok met je broer en ja, mijn echte naam is Tim. Wat vind je fijn? Ik vind het een beetje moeilijk hoe ik je moet aanspreken. Noem me maar gewoon Fred. Fred? Fredje. Waar komt dat nou weer vandaan? Ja, weet niet. Tim, broer, Fred. Oké, Fred. Dat vind ik echt goed. Fred. Hoi Fred. In het biechthok. Jij bent wel iemand die wat te biechten heeft, volgens mij. Althans, je hebt wel wat voor wat reuring gezorgd in menig christelijke partijen met een nummer van jou, die denk ik iedereen wel kent, Kind van de Duivel. Schijnt. Zij waren nogal in shock. Wanneer ben jij nou voor het laatst echt in shock geweest? In shock geweest. Ja, lastig man. Echt een shock. Ja, derde baby. Ik krijg een derde baby. Oh, joh. Maar dat was niet echt een shock. Ik voelde het wel een beetje aankomen. Ja? Maar was wel voor, oké, drie baby's, drie let's kinderen. Go. Ja, let's go. Jeetje, een derde. Ja, een derde. Wat spannend. Of nou ja, de derde keer. Ik weet niet of het nog steeds... Ja, het zal wel spannend zijn. Ja. Tuurlijk, altijd spannend. Oké, joh. Nou, dat had ik niet verwacht. Okay. We hebben wel een primeurtje natuurlijk. Of, ja. Primeur! Derde baby! goed. Ja. Ik vroeg mij af, hè. Als jij doodgaat op een dag en je staat voor de hemelpoort, om het maar even zo mooi te schetsen, denk jij dat ze jou binnenlaten? Ik zou je eerlijk zeggen, ik zou niet eens binnengelaten willen worden in de hemel. Nee? Hoezo niet? Omdat in de hel zijn alle gezellige mensen. Ja, noem er eens een paar. Ja, noem er eens een paar. Daar is gewoon iedereen die slechte dingen heeft gedaan, dat is waar ik me mee identificeer. Ja? Dus ik ben het liefste daar. Hoe komt het dan dat je met hen het beste kan identificeren? Gewoon, ik hou wel van grenzen opzoeken en alles. En ik heb veel dingen gedaan. Ik denk niet echt dat ik in de hemelpoort, voor de hemelpoort of in de hemel geaccepteerd zou worden. Nee? Nee. Want wat voor dingen daar heb je... Daar zitten alle engeltjes. Daar zitten alle engeltjes? Ja. Ja, jij bent dan... De devil. Je bent ja, nou, je zegt het zelf. Duiveltje. Ik wil dat soort dingen niet horen hier in een biechthok. Nee, natuurlijk wel. Mag je allemaal gewoon zeggen. Want je hebt het over dingen die je hebt gedaan. Waar heb je dan spijt van? Ik heb wel, eigenlijk zeg ik dat ik nooit spijt heb van dingen, omdat ik vind dat het mij heeft gebracht waar ik nu ben. Mm-hmm. Maar ik heb wel dingen vroeger gedaan waar ik over nadenk dat ik niet kan beseffen dat ik dat heb gedaan. Ja? Ja. Wat zijn het dan? Nee, maar wat voor besef voel je dan? Als dat ik andere mensen pijn heb gedaan die dat eigenlijk niet verdienen. Ja, dat is daar jammer. Daar heb ik spijt van. En heb je ze dat ook wel eens verteld of is dat met je voor jezelf gehouden? Bij deze. Sorry. Ze weten over wie het gaat, mag ik ook. Ja. Dan wordt het een beetje heel erg lastig. Vind jij jezelf een beetje fit? Op dit moment ben ik niet fit. Nee? Nee. Hoezo niet? Nou, ik heb elke dag opgetreden de laatste 2,5 maand volgens mij. En ik heb niet echt tijd om te trainen. Dus veel slecht eten onderweg. En ik ben ook weer niet zo dat ik een bakje met eten ga meenemen of zo. Ja. Dus ik hou heel erg van trainen, maar ik heb gewoon geen tijd om te trainen. Omdat de vrije tijd die ik heb, stop ik in mijn kids en mijn wifey. En ja, ik zou heel graag fit willen zijn. Ik voel me niet topfit, nee. Ik slaap ook vrij weinig. Ja. Nou. Oké. Want we hebben gehoord dat... dat hebben we via de vogeltjes ingefluisterd gekregen. Is dat jij Busy een beetje een gatenhuis vindt. Dat ik hem een gatenhuis vind? hij is geen gatenhuis, toch? Nee, hij is de perfect body, right there, man. Elke foto van mij in mijn shirt, jij weet dat misschien niet eens, maar altijd als ik jou een foto liet zien, ik stond een soort shirt, dus het gatenhuis. Oh ja, maar dat is gewoon onderling, wij maken grapjes over elkaar. Ja. Ik ben gewoon dik dan, tegenover hem ben ik gewoon dik, ja. En waar maak je nog meer grapjes over? Wat zijn dingen die jij bespot in je leven? Die ik bespot in het leven? Psst. Qua muziek misschien? Qua muziek. Waar steek je de draak mee aan? Wat neem je allemaal niet zo serieus? Want ik bedoel, je hebt dingen, wel wat... Dingen die ik zelf niet interessant vind, neem ik niet serieus. Nee. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, en heb je nog iets wat je kwijt wil? Denk je nou nog van, nou god, dit is een moment waar ik denk... Eigenlijk niet. Je bent helemaal content met alles wat je doet? Ik ben er echt... Ik wil zeggen dat ik echt... Op dit moment ben ik een van de gelukkigste mensen op aarde. Ja? Ja, zeker. En waardoor komt dat? Gewoon alles. Ik heb denk ik 10 jaar fucking hard gewerkt. Eigenlijk, nu ben ik soms aan het klagen, te zwaar. Maar ik moet altijd beseffen van, hier heb ik voor gewerkt. En nu gaat het zo goed.
En dat blijven vasthouden. Ik zit gewoon nu op, je zou zeggen op het hoogtepunt, maar ik wil het nooit het hoogtepunt noemen. Want dat is ook weer awkward. Sky is the limit, snap je? Ja, precies, maar ik ben heel erg tevreden al met waar ik nu ben, zeker. Ja? Mm-hmm. Geen dromen meer? Genoeg dromen. Ja, toch wel? Ja, zeker. Zeker bij elke droom die uitkomt, komt weer een nieuwe droom vrij. En wat zijn nou echt een soort van misstappen die je hebt gemaakt? Dingen die zijn gebeurd die echt gewoon totaal helemaal kut gingen? Ja, je denkt soms dat je bijvoorbeeld in de studio dat je een hit hebt. En met label denk je, ja, dat is een hit, maar dat is geen hit. Mm-hmm. En dan breng je een ander liedje uit waar je heel weinig tijd in stopt. En dat wordt in één keer de hit. Dat kan een misstap zijn of dat kan Gado zijn. Ja. Even meteen.